Ik kwam zaterdag, dus donderdagochtend, op de redactie op Woestijnvis, de redactie van de laatste show. En dat was allemaal heel, heel rood. Dat was fantastisch. Welkom in Café Tilt. In de schaduw en de lute van het Mechelse Vrijbroekpark reconstrueren we samen met een geel-rood elftal de woeligste periode uit de clubgeschiedenis van Malinois. De redding. Het laatste woord in deze reeks gaat naar de meest besproken persoon uit onze afleveringen. Mark Uiterhoeven. Uitgeroepen tot redder van geel en rood en van kindsbeen af supporter van Malinois. Ik was Malinois geworden omdat een vriendje van mij zo'n geel-rood truitje had. Ik vond dat ongelooflijk mooi. En toen heb ik gespaard om er ook eentje te kopen, dat ik nog altijd heb trouwens. En zo ben ik er langzaam ingerold, want hoe gaat zoiets? En ik ben voor het eerst naar een wedstrijd geweest in 1966, denk ik. Okay. Tegen Antwerpen. 0-0. Antwerpen was vice-kampioen geweest, 2 jaar daarvoor, denk ik. En 0-0, ik was geweldig ontgoocheld. Want ik had geen doelpunt gezien. Maar een paar weken daarna was een bekerwedstrijd tegen FC Diest. En toen hebben we met 2-0 gewonnen. Ja, ik wilde graag naar het stadion, maar mijn moeder was zeer protectionistisch. En dat was gevaarlijk. Dan had ik nog geluk, want eigenlijk naar een derby op racing gaan. Dat was vanuit de Nymfestraat 2 grote steenwegen oversteken. De Lierse en de Antwerpse. Oei. Dat mocht eigenlijk van mijn moeder niet en toen hield ze haar hart vast. Dus het viel nog wel mee, want je kon nog niet van de Kadodderstraat via het kerkhof naar het stadion. Die brug bestond nog niet, dus de zogenaamde Sees de Gentbrug. Dus ik moest helemaal langs de Lierse Steenweg gaan, maar je kon wel aan dezelfde kant blijven. Het stadion lag aan de juiste kant, dus ik hoefde geen steenweg oversteken. Zo raar loopt het ook soms in het mensleven. Uiterhoeven groeit uit tot megafan van KV Mechelen, later tot tv-icoon. Hij ligt ziek in zijn zetel wanneer hij op 7 december 2002 zijn collega's van het journaal hoort vertellen dat zijn favoriete club in vereffening gaat. Morgen is het op A-Gent. Ik ga naar de begrafenis. Dat heb ik gedacht, want ik heb mijn sjaaltje waar ik voor gespaard had en dat ik gekocht heb, waar nu Bar Klak is, omdat dat het klakkenhuisje was. Daar verkochten ze allerlei hoofddeksels, maar ook Malinois-sjaals. Dat sjaaltje heb ik bovengehaald en ik was ziek. Ik heb hier naar Café Tilt gebeld, want hier kwam de bus, om naar de uitwedstrijd te gaan. En ik heb gezegd, kunnen jullie mij niet komen ophalen, want ik ben echt kapot. En ze zeiden, ja, ik woon hier niet ver vandaan. Ze zijn dus langs mijn huis gereden om mij op te pikken. En ik stond daar achter de goal waar Kaklamanos van A-Gent de 2 doelpunten maakte, want we verliezen met 2-0. Dat had eigenlijk geen belang. En ik stond daar zo'n beetje verloren tussen, zo van, goh, en nu is het gedaan. En dan zijn wij 3 kwartier lang blijven zingen, met goedkeuring van de Gent-supporters, want die waren ook onder de indruk van zoiets. Dat heeft veel gedaan. En op de bus terug, ik had geen gsm, maar kwam er iemand zeggen, Frank Raas probeert jou te bellen voor sportweekend vanavond. En dan, ja, Frank Raas, een nummer had ik natuurlijk nog, of kende ik nog, in die tijd kende je nog telefoonnummers uit het hoofd, hè. Dat bestaat ook niet meer. En ik bel Frank Raas en zeg, ja, kun je gaan van de avond niet komen, een sportweekend? En Frank is aan een beerschot. En ik zeg altijd, oké, ik zal langskomen. En toen hadden ze al een trailertje gemaakt. En het einde van het trailertje was, en kan Mark Uiterhoeven KV Mechelen redden? Goedenavond, welkom bij Sportweekend. Voetbalclub KV Mechelen beleeft moeilijke tijden. Wij praten zo meteen met de laatste hoop van vele supporters. En dat is Mark Uiterhoeven. Die komt thuis, eerst de onmiddellijk telefoon van mijn vader. Jongen, je gaat dat zuurverdiend geld dat toch niet insteken in een bodemloze put? En ik zeg, nee, dat ben ik absoluut niet van plan. Maar ik weet ook niet wat ik van plan ben. Misschien helemaal niks. Hè. Ik kan gewoon naar een tv-programma.
En daar werd in dat programma een stukje van het Forum gelicht, geschreven in het Mechels door Romain Calpin. Schuilnaam uiteraard, pseudoniem. En dat was in het Mechels van de enige dat kan redden of zoiets. Mijn sauw charisma is Mark Oterhoven, iets van deze strekking. Ik moest dat daar ook lezen, want Frank Raas beweerde dat hij geen Mechels kon lezen. En ik zat naast Eddy de Trommelaar. Die vertelde het prachtige verhaal dat ze op de bus een videocassette had ingestoken om de tijd van de verplaatsing wat te doden. Was dat toch de Titanic zeker? Ik zag kameraden op de bus die weenden. Uh-huh. Mannen wat ik dacht, allee, zo'n beren. En die beginnen daar in één keer tranen te laten. Dat was ongelooflijk. Wat heb je dan gedaan? Film gekeken? Ja, we zijn dan naar een film gaan kijken. Omdat ik zeg, een beetje een afleiding, duw ik daar toch een cassette in van een Titanic zeker. En dat is ook een prachtig verhaal. Dat werd daar in die aflevering van Sportweekend, dat toen een heel ander programma was dan het nu is, dat werd daar verteld. Ja, en toen begon de druk wel een beetje op mij te verhogen. Al kan ik moeilijk zeggen dat een tv-programma of een bericht op het Forum mij echt kon verplichten om iets te ondernemen. Maar ik kan wel begrijpen dat de supporters daarmee voor de pinnen komen om de eenvoudige reden dat er eigenlijk niemand meer is waarin de supporters nog vertrouwen hebben. Dus, want iedereen die iets gedaan heeft, heeft ook wel iets verkeerds gedaan. En ik heb niks gedaan, dus ik kan niks verkeerds gedaan hebben. En dus komen ze bij mij terecht. Maar als ik bindmiddel kan zijn op een of andere manier, dan wil ik dat wel doen. Ja, maar dan nog dacht ik, en dan is het een tv-programma, morgen is iedereen dat vergeten. Maar toen, de maandag, zat ik voor mijn tv het 13 uur journaal. En plots zag ik, eerst had ik op teletext gezien, ik weet niet of dat nog bekend is, het teletext. Maar daar stond op, een vereffenaar aangesteld en er stond J-O-A-N de Baren. En ik las dat dus als Joan de Baren. Ik dacht, nee, dat ook nog, een vrouw. Die waarschijnlijk niets van voetbal kent. En we konden wel iemand gebruiken die iets van voetbal kent, dacht ik, op dat moment. Maar goed, ik lag in mijn pyjama voor het 13 uur journaal in mijn pyjama voor tv. Hè. Want naar agent gaan had mijn ziekte niet echt goed gedaan. Of enfin, mijn ziekte wel, maar mij niet. En ik ben echt helemaal in mijn week geschoten toen ik de woorden liquidatie hoorde. Het woord liquidatie, er was nog een woord, maar dat weet ik niet meer. En dat sneed los door mijn hart. Liquideren, activa, passiva. En toen werd het heel, heel echt. Toen dacht ik maar, ja, het is precies toch wel serieus. En dan heeft Johan Timmermans mij gebeld. En ik ben dan dinsdag, was ik al iets beter, met hem 's middags ergens gaan eten. Ik denk in de Witte Vos of zo. Of in de Nieuwe Keizer, in elk geval, ik weet niet meer, op de Grote Markt, denk ik. En ik heb gezegd, ja, wat kunnen we doen? Ja, maar ja, we zijn een comité aan het oprichten. Ja, dat is goed, doe maar. Maar ja, wat... En, want ik wist echt niet wat ik kon bijdragen tot een reddingscomité. Ik ben geen ondernemer, ik ben geen zaakvoerder. Dus ik ben ook maar een tv-figuur, hè. En dacht ik. En toen had ik tegen Francis van Kampenhout gezegd, als ik nu gewoon een rekening open. Ja, doe dat maar. Francis van Kampenhout, alles wat ik gezegd ging zeggen, ging die goed gevonden hebben. Dus ik was nog altijd niet echt overtuigd. Omdat een rekening open is niet bepaald een origineel idee om een club te redden natuurlijk. Maar ik heb dat toch gedaan. Op 12 december. De 18e verjaardag van mijn dochter. Dus, daarom weet ik het nog zo goed. Geniaal is het plan van Mark Uiterhoven niet, wel simpel en waterdicht. Samen met Vie van Hoof en Piet den Boer, zelf twee Malinois-monumenten, heeft hij vanmiddag een rekening geopend bij een bank. Daarop moet voor het einde van het jaar 2,5 miljoen euro staan. Uiterhoven, van Hoof en den Boer zoeken dat geld bij de supporters. Op die rekening verwachten wij overschrijvingen per schijf van 1000 euro als we 2500 mensen, supporters, vinden die dat willen doen, dan hebben we het bedrag waarvan de vereffenaar mij heeft verzekerd dat we daarmee het stamnummer kunnen redden en eigenaar kunnen worden van het patrimonium van KV Mechelen. Oké, ik dacht, ik ga hier nog vaak komen aan de Malinois, want het kerkhof ligt daar en er liggen veel familieleden van mij op het kerkhof. Ik ben echt van Mechelen. En ik dacht, als ik hier dan kom en ik zie
waar het stadion waar ik in mijn jeugd altijd naartoe ben geweest, dat daar nu appartementsblokken staan, dan zal ik altijd denken, als ik niks geprobeerd heb, ben ik al afwaard. Dus ik ging een rekening openen. Maar ja, zo gewoon een rekening open, stort, geef al uw geld aan Mark Uitroeven, dat is geen goed idee. Dus ik bel, ik had de inlichtingen ingewonnen en ik kon een feitelijke vereniging vormen. Ik zeg vormen en niet oprichten, want je hoefde niks op te richten. Dat was juist het voordeel, moest ik 3 mensen hebben. Dus ik had eerst aan Gunter Neefs gedacht. Maar ik dacht, ja, Gunter Neefs en ik, we zijn al 2 geen niet-voetballers. Dat is misschien niet het beste idee, ik ben al niet-voetballer, dus ik bel Piet den Boer. En die had mij al gebeld van de mannen van Cordier hebben mij al, Wezenbeek heeft mij al gecontacteerd, Leo, die wil ook iets doen. Maar niemand wist wat. Dus ik zei, maar Piet, ik heb 2 man nodig. Ja, ik doe mee. Is goed. Dan bel ik naar Fie van Hoof. En dat was ook een emotioneel moment, vond ik. Ik zei ook tegen Fie, ja, ik wil iets doen. En ik wilde hem uitleggen wat ik wilde doen met rekeningen en geld teruggeven in geval het niet lukt en dat soort zaken. En ik had nog niks uitgelegd en die zei, ja, ik doe mee. Ja, maar Fie, ik ga nu uitleggen wat ik wil doen. Ja, maar dat is niet nodig. Als jij iets doet, dan doe ik mee. Oké, we waren, het was zover, hè. En dan zijn wij... ben ik naar de KBC op de Grote Markt geweest, omdat dat centraal gelegen is. En daar hebben ze natuurlijk de juridische diensten eerst opgezet. Feitelijke vereniging. En er mocht geen halve eurocent van die rekening weg. Dat was een verzamelrekening. Heel goed idee. Hè? Komt niet in de verleiding om ermee te gooien. Hè? En toen hebben we flyers laten drukken. De drukkerij De Haas die drukte alles gratis voor ons. Want dat geluk moet je ook hebben, dat er alle soorten mensen gratis dingen doen, want er is geen werkingsbudget, hè? Niks. Dus met Piet en Fie, wij zijn met ons 3 naar de KBC gegaan en hebben daar dus elk 1000 euro neergeteld. De eerste 3000 euro van de rekening. Ik in briefjes van 200, omdat die geel zijn. En die van 100 en 500 hebben foute kleuren. En dan hebben we dus flyers laten drukken, rood op geel ook, waarin alles uitgelegd werd in het kort. En toen was de rekening Piet, Fie en Mark bekend. Ik begin met die rekening, dat staat dan in de krant. En Karel Huibrechts, goede collega van uit de tijd op de sportreactie, die belt mij en zegt, Mark, wat doe je daarna? Allee, willen nemen hij met een beerschot, want een beerschot had het al meegemaakt. Vandaar dat het GBA was en niet meer beerschot op dat moment. En ik, waarom dan met een beerschot? Ik heb dat met een beerschot ook gedaan, ik heb mijn rekening geopend. Weet hoe vuil dat erop stond? Nee, 15.000 frank. Ik weet ook dat gezegd heb, bij ons zal het veel meer zijn. En dan was het afwachten en gaat er iemand storten. Nu, je weet vooraf dat enthousiasme van het ogenblik dat er waarschijnlijk de eerste dagen veel meer zal worden gestort dan tijden later. Dus er hing heel veel af van de start. En die was goed, dat was direct 205.000 euro of zo. Echt zo goed als direct. Normaal gezien, de echte supporters die het kunnen doen, dus de echte supporters die het kunnen doen, want er zijn er veel die het niet kunnen doen, denk ik wel. Een indiscrete vraag misschien, maar heeft u wel gestort? Ik heb wel gestort gehad, ja. Ik heb al veel mensen gesproken, wil zeggen, dus elke supporter gaat toch wel 40.000 frank storten, dus 1000 euro. Jij al gestort? Zeker en vast, als eerste, denk ik. En toen las ik op het forum, want ondertussen was ik, keek ik alle dag op het forum, omdat in wezen interesseerden al die sociale media mij echt niet. Maar op dat moment was het forum voor mij een permanente enquête, omdat je dan zowel wist wat er gebeurde en hoe de mensen erover dachten. En dan zag ik dat Patje de Klein iets ging organiseren, een tocht die vertrok op de botermarkt. En dat zat ook in een of ander journaal, bij ons of bij VTM, dat weet ik niet meer. Maar in elk geval, dat was interessant voor de pers, omdat Patje de Klein de kleinzoon was van Bert de Klein. Dat maakte het interessant. Je mag nooit vergeten dat het... je kan zeggen dat de club gered is door de supporters, maar eigenlijk ben je even hard gered door je verleden. Patje de Klein is interessant vanwege Bert de Klein. En Malinwa was interessant vanwege bekerwinnaar. En bekerwinnaar was wel in hoge mate te danken aan John Cordier. Dus eigenlijk het verleden red je even hard als het heden op dat ogenblik. Dat heb ik ook pas achteraf begrepen natuurlijk. Zaterdagavond om 6 uur verzamelen aanhangers en sympathisanten van KV Mechelen op de Botermarkt voor hun Mars van de Hoop. Ze willen hiermee aantonen dat ze achter de plannen staan van de werkgroep rond Mark Uitroeven, Fie van Hoof en oudspeler Piet den Boer.
Die hebben een project op poten gezet waarbij aan supporters en bedrijven gevraagd wordt om 1000 euro te storten. Tegen 31 december zouden ze graag de broodnodige 2,5 miljoen euro verzameld hebben, om zo het stamnummer en het patrimonium van de club te vrijwaren. Vraag is of er voldoende vrijgevige supporters gevonden worden om dat doel te bereiken. Ik heb er absoluut geen idee van, maar wat ik wel weet is dat we toch een enorme golf van enthousiasme hebben losgeweekt. En daar was het ook natuurlijk al een beetje om te doen. En als ik zie wie hier nu weer allemaal is en de oud-spelers zien we ook plots allemaal opduiken en bellen om... Piet had zelfs telefoon gekregen van Erwin Koeman ook zo van, geef dat rekeningnummer even jongen. Dus ik vind het echt fantastisch, maar dat wil niet zeggen dat we er zijn natuurlijk. We moeten wel nog even voortvechten. En dan die fantastisch cadeautje van Patrick de Klein was dus die Mars... van de hoop die er nauwelijks was, hoop bedoel ik. Maar er was wel veel volk en wat heel goed was, was ook dat bijvoorbeeld supporters daar waren in de kleuren van andere clubs. Dus Anderlecht, was er bijvoorbeeld... Ik kan niet begrijpen dat ploeg like KV Mechelen allee, zou verdwijnen. Ik bedoel, alleen, ja, geen één ploeg eigenlijk, maar toch, Mechelen toch zeker niet. Ik bedoel. Maar je had ook de gebroeders Verret die er plots waren. Jean-Marie Pfaff zelfs, die toen met Turnhout een beetje bezig was, denk ik. En ja, dat was wel iets. En de Grote Markt, dat geel, was een put. Want op dat moment waren ze wat nu de parking is aan het bouwen of aan het uitgraven. Dus met gefrustreerde supporters langs een werf lopen, dat is nooit een goed idee. Dus ik weet dat ik op de botermarkt echt heel vriendelijk heb gevraagd van doe nu niks verkeerd, want dan is het echt gedaan. We kunnen ons niks meer veroorloven nu, want als er daar een van frustratie en ruit van een café in gaat, dan weer slecht daklicht. Hebben goed naar mij geluisterd, wat dus echt heel braaf verlopen die optocht. En ik kwam het stadion binnen en ik werd rechtstreeks geïnterviewd in het journaal van toen 19 uur. Ja, dat overviel mij eigenlijk. Dus dan begin je plots te beseffen dat je een nieuwsonderwerp bent. Oké, KV Mechelen, maar bedoel, ik moest het overal uitleggen. Dus ik was plots het boekbeeld. Dat besefte ik daar. En ik wist natuurlijk ook dat ik daar een speech moest geven, omdat 1000 euro per persoon echt wel heel veel geld is. Voor sommige mensen en voor anderen dan weer niet. Daar heb ik gebruik van gemaakt, van dat verschil. En ik heb een speech gegeven van, ik schat, 10 minuten. En dat is wel, de strafste speech die ik ooit gehouden heb. Na de match van Gent is er zo'n golf van enthousiasme op gang gekomen. Dit gaan we niet laten koud worden. En het motto van onze campagne is uiteindelijk toch, reken niet op een ander, we doen het gewoon zelf. En ik had het gevoel dat één woord verkeerd en we bestaan niet meer. De druk die ik mezelf oplegde was redelijk immens. Ik had echt niks gegeten. En ik heb gespeecht, het was afschuwelijk koud, maar de speech viel geweldig mee. De speech viel geweldig mee. Dus ik moest er over die 1000 euro hebben, maar Radio Reflex had zich ondertussen aangeboden om daar te organiseren dat de mensen konden samenleggen. Want ik moest schijven van 1000 euro hebben, dat was met de kredietbank overeengekomen, omdat het anders niet te doen is om 75 cent terug te betalen in geval, dat de redding niet zou lukken. En, dus ik moest eigenlijk naar de zogenaamde arme kant spreken. En in de tribune zat dan zogenaamd de rijke kant. En ja, ik had John Lennon toch held uit mijn jeugd. Misschien voetballer, hè, voor jullie. Die had ooit een opmerking gemaakt toen hij voor de koningin moest optreden. En toen had hij gezegd van, de rijkere mensen kunnen misschien gewoon wat... We hoeven niet te applaudisseren, die kunnen gewoon wat rammelen met hun juwelen. Daar dacht ik aan, toen ik aan het repeteren was. En ik heb me naar de tribune gedraaid. En je zegt, 1000 euro is misschien veel geld, maar er zitten hier ook mensen die op het einde van het boekjaar niet eens weten of er 1000 euro meer of minder op hun rekening is terechtgekomen. Want het was de overgang van Belgische frank naar euro in die periode. En ik draai mij op dat moment ook om naar de tribune en die sprongen recht. Dan krijg ik het weer moeilijk mee. Omdat ik toen wist, ik heb ze. Op dat moment denk je niet, van, ik ga de club hier redden. Maar ik wist wel dat ik iedereen moest hebben. Ook de rijken. Klinkt raar, maar degene die op de tribune zit en meer geld dan die op de staanplaatsen. Dat was zeker, ja, dat is eigenlijk nog zo. De overkant van de tribune wordt toch ook nog altijd de plastrons genoemd. Dus dat blijft toch altijd een beetje. De doelgroep KV Mechelen bestaat doorgaans niet.
omdat er veel te veel verschillen zijn. Niet iedereen komt met dezelfde bedoeling naar een voetbalstadion. Maar toen wel, iedereen moest met dezelfde bedoeling komen, namelijk Malinois redden en steunen. En dat lukte op het moment dat ik merkte dat ik een staande ovatie kreeg van de mensen die ik 1000 euro vroeg. Oeh. Gelukt, dacht ik. Ik had genoeg ervaring met... ik heb wel tv-programma's gemaakt voor meer dan 2 miljoen mensen. Bij de Wereldbeker bijvoorbeeld. Dus het is niet dat ik zenuwachtig was omdat er 10.000 mensen in het stadion zaten. Want dat deed mij wel plezier, hè? Want er waren mensen die mij zeiden van dat ze 's morgens tickets kwamen kopen en dat ze stonden aan te schuiven aan de Kapuutsteenstraat, dat in de Europese periode zelfs nooit gebeurd was. Dus ik ging echt in onderuit omdat daar 10.000 mensen zaten. De druk was van, als we willen redden, moet ik nu iets zeggen over die 1000 euro en moeten de mensen aanvaarden dat we zoveel geld gaan nodig hebben. Dat het met gewone giften, wat die Luc Verheyen al geprobeerd had. En pas op, die had dat goed gedaan. Maar ik bedoel, steun Malinois, ja, 5 euro is ook Malinois steun. Maar ik moest volume maken. En daar moet je de mensen van overtuigen. Dat was eigenlijk... Dat was het grote punt. En die 1000 euro was in één krant al... Het stond al in titel, was al niet goed gevallen. Ik begrijp dat ook. Dus ik moest dat recht trekken. En ik moest iedereen proberen op één lijn te krijgen. En ik moest proberen enthousiasme los te weken. En niet het gebleid van de emotionele reactie van na de match van A-Gent. Moest omgekeerd worden in van, oh, maar het is nog niet gedaan. We gaan ervoor. Dit is de man om wie het sinds vandaag te doen is bij KV Mechelen. Johan Dubare, de vereffenaar. Hij is trouwens de enige die aan KV nog zijn brood verdient. Want spelers, technische staf en administratief personeel zijn sinds vanmiddag met onmiddellijke ingang ontslagen. We zullen in de loop van de komende dagen hopelijk weten of er kandidaten zich zullen aandienen die kunnen worden weerhouden voor een mogelijke overdracht van deze vereniging en van een stamnummer. Is dit niet het geval, dan dreigen wij naar een puur liquidatiescenario toe te gaan. Het is wel de vereffenaar, het was Johan Dubare, die basis, hè? Dat is die is op dat moment zogenaamd eigenaar van de club, niet wij. Oké, we werkten daar ongelooflijk goed mee samen, die mensen hebben echt, en die heeft dat eigenlijk heel goed gedaan, ook, niet alleen voor ons, maar ook voor zijn job eigenlijk. Hè? Want ik weet nog dat ik tijdens de rust van KV Mechelen-Antwerp, die match waar ik die speech had gegeven, ben ik onder de rust, hij zat in de middentribune, gaan vragen, mag ik dat doen wat ik nu aan het doen ben? Want als u vindt dat ik mijn hand aan het overspelen ben, zou ik graag hebben dat u mij dat zo snel mogelijk zegt. En die zei, nee, dit heb ik nog nooit meegemaakt in dit soort omstandigheden. Die sociale component is hier even belangrijk als de activa en passiva van de gebouwen en de stoelen en de tafels. Dus die was gewoon enthousiast. En dat is ook dankzij de supporters dat hij enthousiast is geworden, want die had dat niet verwacht, want dat was geen voetbalkenner. Enfin, misschien nog niet, maar hij heeft wel veel over het voetbal geleerd in 3 maanden tijd. Francis van Kampenhout zegt, ga eens mee naar de vereffenaar. En oké, ja, ik heb dat gedaan. Ik kende die op dat moment alleen van tv, hij mij ook. En ik ben daar binnen gegaan, daar staan cameraploegen, die filmen dan door de ruit om te zien wat er gebeurt. Is er ruzie? Nou, dat was natuurlijk absoluut geen ruzie, maar ik wilde gewoon wat informatie hebben, denk voor ik die rekening geopend heb. Ik wilde iets meer weten gewoon. En de omvang van de schulden, ja, die omvang die was ongekend, maar ook onbekend. Iedereen dacht dat het heel veel was, maar hoeveel dat precies was, dat wist niemand. En Johan Dubare, die ik dan onder, die had wel een assistent, advocaat ook, en die kende wel iets van voetbal, die speelde zelf voetbal. En die heeft mij ooit eens, een paar dagen daarna, omvang van de schuld, kom eens mee. En die deed daar op de eerste verdieping van de zitribune, van de hoofdtribune van toen, doet hij daar een vak open naast dat soort piscijn dat daar ook was, dus zo rommelhok. En dat lag vol van die klasseurs, zo allemaal op elkaar, maar echt honderden precies. En dat is ongeveer de omvang van de schuld. Zeg, schat maar eens. Ja. Dus het was altijd gek om ervan uit te gaan dat wij de schuld konden derven. Dat ging dood eenvoudig nooit gegaan zijn. Dus, en de belangrijkste reden was ook, we speelden die zaterdag tegen Antwerpen thuis. En een vereffenaar mag geen bijkomende schulden maken, wat logisch is. Dus er moest een cheque op tafel komen die de kosten van het organiseren van een voetbalwedstrijd droeg.
En daar stond ik wel al van te kijken, zeg, 100.000 frank voor, alleen voor de, om de lichten aan te steken. Ik heb dan, ik ben sportjournalist geweest 10 jaar, maar daar ben je als sportjournalist dus niet mee bezig. Hè. Ik dacht, wat? En dan, ja, alles moet georganiseerd worden. Dus daar heeft Francis van Kampenhout een cheque van 500.000 Belgische frank neergelegd. En dan kon de wedstrijd georganiseerd worden. De stand op het rekeningnummer Piet, Fie en Mark om 4:08 daarnet was 210.000 euro. Dat is afgerond 8,5 miljoen Belgische frank. Zo'n 1/10 van het vereiste bedrag, 2,5 miljoen euro, is dus binnen. Dat geld komt enkel en alleen uit de portemonnee van de kleine supporter. De bank spreekt van een onverwacht succes, zegt Uitroeven. Ik heb ook gehoord van de mensen die op de bank werken dat hun beroepsgeheim nog nooit zo op de proef is gesteld als deze week. Dus er is wel degelijk redelijk wat belangstelling om dat bedrag te kennen. Maar het doel is nog lang niet bereikt en de tijd dringt. Het redderstrio Uiterhoeve, Van Hooft, De Boer zoekt vooral haar heil in de bedrijfswereld. Ja, ik had Piet en Boer en Fie van Hooft, maar de afspraak was dat ik alles deed en zij alleen iets deden als ik het vroeg. Maar Fie van Hooft, daar, die werkte gewoon, dus die was bezig met het sportieve. Dus die had zijn... Die hoefde zich niet met de redding bezig te houden. Die moest ervoor zorgen dat wij bleven voetballen, want anders was alles, alle inspanningen zouden dan voor niks geweest zijn. Fie van Hooft had meer dan werk genoeg. Plus, ik ben met Fie van Hooft en met Kanaki nog naar United Brands gereden. Wij hadden geen truitjes meer om te spelen. Hè. Ik denk dat dat bij Puma was, waar Gaston Roelands, Olympisch kampioen in Tokio, 3000 meter steeple, die werkte daar, of die had daar gewerkt. En de mannen van Cordier belden die op om te zeggen van we hebben geen rood gestreepte truitjes nodig, want we hebben niks meer. En dus ik zal eens naar Puma bellen. En die belde terug, Gaston Roland, die zei het antwoord van ik denk dat Puma was, maar het moet opgezocht worden. Het antwoord was, we steken ze nog liever, wij hebben ze, maar we steken ze nog liever in brand dan ze aan jullie te verkopen. Dus dat zei genoeg over de manier waarop die door ons behandeld waren in de voorafgaandelijke periode. Dus ja, dat was verschrikkelijk. Toen werd ons gezegd van, laat Mark Uiterhoeven naar Ingel Münster bellen. In West-Vlaanderen, daar zullen ze hem wel kennen. En die hebben mooie gele truitjes met rode mouwen. En ik dacht, oh nee, dan moeten wij... Onze eerstvolgende thuismatch na de winterstop was tegen Anderlecht. De truitjes van Ingel Münster spelen tegen Anderlecht. Ik stond op het punt om overal het land rond te rijden en overal alle sportwinkels aan te doen. Heeft u geen truitje van KV Mechelen in die maat en in die maat? En er zelf de nummers op te plakken. Alleen ik dacht echt, nee. Dat kan niet. Maar het is dan uiteindelijk dankzij United Brands wel gelukt. Maar bijvoorbeeld, Fie van Hooft en Kanaki, die namen mij mee naar United Brands, want ik kende al die dingen niet gewoon. Ik heb nooit in de organisatie van die voetbalclub gezeten, van geen enkele voetbalclub uiteraard. En dus, ja, voor mij was dat soort zaken was allemaal nieuw, maar daar heb ik mij niet echt mee bezig gehouden. Ik ging overal mee naartoe en dat hielp omdat ik toen bekend was. Dat was zeker een hulp. Iedereen wilde mij ook altijd overal mee naartoe. Ik stond elke dag in de krant en dan vaak ook nog op de eerste pagina. En dat helpt wel. Dus ik was dat gewoon, want ik was jaren voordien, 10 jaar voordien, was ik eigenlijk veel bekender. Die laatste show was in vergelijking met Huis van Wantrouwen of Morgen Maandag qua kijkcijfers, is dat maximaal een derde of een kwart. Ik was gewoon aan bekendheid, maar nu was die bekendheid er niet meer voor om mijn programma vooruit te helpen. Maar om KV Mechelen te proberen te redden en stappen te zetten. En ik heb mijn bekendheid gewoon misbruikt. De manier waarop we schoon schip willen maken, vinden de bedrijven zeer uitnodigend. Ook omdat ze er dan kunnen in slagen om, en dat zouden we ook wel toejuichen, om mee controle uit te oefenen op de budgetten van het nieuwe KV Mechelen dat dan in derde klasse zou starten. Er zijn wel wat tegenvallers geweest. Want ik wil er zo bijvoorbeeld niet... één investeerder vinden die zou zeggen van ik neem alles over. Dat wilde ik eigenlijk absoluut niet, want dat was net slecht afgelopen. Maar veel kleinere, laten we zeggen, neringdoenders, dat leek mij wel interessant. Want die doen dat dan doorgaans met een supportershart. Dus die zocht ik meer dan één groot bedrijf om alles over te nemen. Maar ik heb bijvoorbeeld onderhandeld met DHL. Die veranderde toen juist van kleur. DHL was toen rood en wit. En die veranderde naar rood en geel. Ik dacht, daar gaan we mee praten.
En daar ben ik met Leo Wezenbeek van de mannen van Cordier naartoe geweest. Omdat ik heb nooit in de zakenwereld gezeten. Die mannen wel, dus die gingen dan mee. Maar ik heb ook voorstellen gekregen van een bank, die toen ook een veldritploeg sponsorde. En die kwamen binnen en die zeggen, alles wat je moet doen is, zoals je tegen Antwerpen hebt gedaan, micro pakken, midden van het stadion, van het veld pardon, gaan staan en zeggen, iedereen gaat met zijn geld naar die bank en we zijn gered. En zeg, dan betalen wij alle schulden. Als dat, op het moment dat dat uitlekt, ze beginnen supporters al te zeggen, want die bank speelt daar al mee, van wij willen de club redden. Dus dan zijn er gewoon mensen die tegen, oh, joh, we zijn gered hoor ik. En ik weiger. Mijn vrouw, die is handelsingenieur, die zei nooit, nooit, nooit. Want die gaan allemaal, die mensen die dat doen omdat jij het bent, die gaan naar die bank. Die bank had over een paar jaar failliet, ik zeg maar iets. En ja, dan heb jij al die mensen gewoon hun geld afgenomen. En goed dat ik het niet gedaan heb, want die bank is failliet gegaan. En zo waren er nog wel een paar risicobeleggers. Ja, we willen bij u thuiskomen. En ja, wie ben ik om nee te zeggen? Ik bedoel, ik zocht steun overal. En luisteren kan geen kwaad, dacht ik. Maar het is wel gevaarlijk. Gelukkig mocht ik geen geld van die rekening halen. En was ik ook wel, dankzij mijn vrouw, slim genoeg om daar niet op in te gaan. Maar risicobeleggers die beginnen te zeggen, wij doen dit en wij doen dat. En over 2 weken hebben we zoveel op uw rekening. En die waren met een man of 10, die zaten bij ons allemaal in de living. En die begonnen met cijfers en weet ik allemaal. En mijn vrouw die had zich teruggetrokken in de keuken, maar die kon wel meeluisteren. En die zei ook, niet toen, ik zeg nee, maar dit had ik zelf wel begrepen dat ik dat... Ja, dat kon ook wettelijk niet, maar bedoel, met geld van de mensen beginnen te gokken. En er waren er die op Radio 1 begonnen te zeggen van, ja, ik heb aan Mark Uytterhoeven voorgesteld om de club te redden, ja, en hij weigert. Supporters tegen mij, plots. Ik kwam hier binnen voor een match en ik dacht, Mark, hoe is dat nou mogelijk? Ja, ik zeg, ja, oké, ik kon dat dan uitleggen, dan begrepen ze het. Maar dat zijn heel gevaarlijke zaken op zo'n moment. Er mag niet veel fout lopen. Hè? En mijn schoonmoeder die zei ook van, pas op, want je gaat gezinnen uit elkaar rukken. Omdat er mannen gaan zijn die aan hun geld, het spaargeld gaan zitten zonder dat de vrouw het weet. Dus ongetwijfeld is dat ook gebeurd. Maar of die gezinnen dan uiteengegaan zijn, dat weet ik niet. Maar wat ik wel bijvoorbeeld af en toe kreeg, was ook telefoon. Van, Mark, kun je eens op de rekening zien? Want we hebben met 5 man samengeleid. En een van ons 5 moest dat storten bij Reflex. Heeft hij dat gedaan? Ja. Op de rekening staat momenteel zo'n 411.000 euro. En er staan nog een heleboel supportersacties op stapel. Van 8 januari tot 8 februari is er de veiling van originele Malinois-voorwerpen. Waaronder de geit van Gunter Neefs. Die steunt de actie niet echt als vervente KV-supporter, maar als supporter van het voetbal tout court. Neefs is ook een van de muzikale gasten op de Nacht van de Malinois morgenavond in de Neckerhal. Die zou meer dan 25.000 euro moeten opleveren. En wie dit weekend in rood en geel gehuld de erotica-beurs in de Neckerhal binnenstapt, schenkt 2,5 euro aan KV. Soms zijn de acties die je het best herinnert, die het meest geld hebben opgebracht. En de Nacht van de Malinois springt daar echt wel uit. En ik denk dat het Koen Monu was, die nu veldritorganisator is. Nog altijd, want die was dat toen ook al. Die met dat gedacht op de proppen gekomen is. Tijdens een vergadering op Reflex, dat weet ik nog. We moeten iets doen, Nacht van de Malinois. En ik kende de directrice van de Neckerhal persoonlijk. En we kenden ook de toeleveranciers en zo. We zijn met iedereen gaan praten en we hadden op een duur alles gratis. En dat heeft meer dan 40.000 euro opgebracht. En vooral veel enthousiasme. Ja, wij kondigden dat ook aan. Brems, die steunde ons ook. En die heeft toen een hoogtewerker, met een hoogtewerker, de reddingsgeit, nog een actie, omhoog. Die foto is ongelooflijk. Dat stond op het eerste blad, de Nacht van Malinois. Dat is een gratis affiche op het eerste blad van Gazet van Antwerpen. Dat is niet te schatten. Gewoon, wel een cadeau dat eigenlijk is. Terwijl de pers daar ook van smult en dat verkocht natuurlijk ook goed. Dus je helpt elkaar eigenlijk op dat moment. Met het clublied van KV Mechelen op de achtergrond wordt het veilingveulen Chianti Z voorgesteld. Een piepjonge bruine merrie. De vertegenwoordigers van Malinois maken de potentiële kopers warm. Hun dank gaat ook uit naar mede-initiatiefnemer Patrick de Boek. De veiling zelf is bloedernstig. Als het opbieden even dreigt stil te vallen, dan is er altijd nog Mark Uytterhoeven die het publiek weet te bespelen. Het gaat tot 7.500 euro. De nieuwe koper is dolgelukkig en somt even de redenen voor zijn aankoop op. Door dit paard kunnen we naambekendheid krijgen. En ook natuurlijk, mijn schoonzoon is paardosteopaat. En natuurlijk voor KV Mechelen, red KV Mechelen.
de ploeg dat ons allen aan ons hart ligt, dat moet in orde komen. Dus dat soort zaken, dan een veulen, want het, in de kerstperiode is het, was het toen al in de Neckerhal de jumping. Daar was iemand die mocht er een veulen veilen voor ook €7.000 of zoiets. Dus je had ballonnen die werden, gele-rode ballonnen die werden opgelaten met kaartjes aan waar je iets kon winnen. De kalender die, met de Malinois Babes, wat toen nog vrij origineel was, nu doet iedereen dat. En nu is het ook naakt, dat was bij ons nog aangekleed. Maar er waren constant... Ik gaf ook elke thuismatch een showtje van een half uur, drie kwartier voor de wedstrijd om de boel op te poken en ook van alles te vertellen en wat grappen uit te halen, want dat was ook wel belangrijk dat we er nog konden mee lachen. De groep Red KV Mechelen maakt zich sterk dat ze morgenavond op de ultieme vergadering spelers en administratief personeel over de brug zullen kunnen trekken. Het voorstel dat er tafel ligt is immers een stuk beter dan het vorige. Het uiteindelijke bod dat vandaag op tafel ligt en dat morgen ter discussie staat, impliceert dat de spelers en het personeel praktisch volledig hun achterstallig loon, dat wil zeggen die zaken waarvoor zij inderdaad werk gepresteerd hebben, dat zij dat zullen betaald krijgen. Er moest een einde aan komen, het moest gebeuren en je voelde dat het... als je al het geld dat we konden bij elkaar halen, hadden we op dat moment bij elkaar, meer ging het niet meer worden of te weinig. Niet onvoldoende om nog op te wachten. En als het nu mislukte, was er misschien nog een andere kans. Dat speelde ook nog een rol natuurlijk. Hè. Dus het was afgesproken 26 februari. En dan gaan we ervoor en de deadline is dan letterlijk te nemen. Het probleem was dat ik ondertussen opnieuw de laatste show presenteerde. Dus mijn lege periode van 6 of 7 weken was voorbij. Bruno Wijndaal ging dan met vakantie. Was afgesproken vooraf. Ja, dat was wel mijn job. En dan ben ik naar Wouter van den Houten gegaan. Dus toen baas van Woestijnvis en goede vriend. En die, ik zei, Wouter, is het goed als ik de laatste show als hobby doe? En Malinois als hoofdberoep. En die zei, ja, het is goed. Dus dat betekende dat ik echt wel meer op mijn redactie mocht rekenen. En zelf veel minder doen. Maar je moet mij beloven dat je eruit stapt als het gered is. Laat je hoofd niet gek maken en denk niet dat jij de beste voorzitter ooit in het Belgisch voetbal zal worden. Want dat die, ja, en hij had gelijk natuurlijk, hij kende mij goed genoeg. En hij had ook al €1.000 gestort namens Woestijnvis. Dus ik had hem beloofd, oké, ik stap eruit van dat moment. Maar ik was dat eigenlijk ook wel van plan. Ik ging geregeld naar Frankrijk, dat kan je echt niet doen als je voorzitter bent om in volle seizoen 2 maanden naar Frankrijk te gaan bijvoorbeeld. Dus ik ging er toch uitgestapt zijn. Ja, je weet dat die datum eraan komt. We hadden begin februari dus verloren tegen Club Brugge met 0-8. Tegen Sint-Truiden hadden we nog kunnen winnen. Nog een bal op de lat. En toen dacht ik, ja, ik ben een beetje bijgelovig op zo'n moment en ook. Ik dacht ook, oké. Dat geluk gaan we hebben, de 26e. Toch duurt de druk bijgewoonde vergadering van de waarheid die in Elewijd plaatsvindt veel langer dan door de meeste insiders voorspeld. Meer dan 4 uur zitten beide partijen rond de tafel. Halfweg die marathonzitting moet de supportersmassa, die buiten ongeduldig en vooral ongerust wordt, een hart onder de riem worden gestoken. Wacht. Het was woensdag en ik moest ik presenteerde de laatste show van maandag tot en met donderdag. Dus ik kon niet naar die vergadering gaan. Ik dacht dat het al lang ging beslissen tegen dat ik terug was van de opname, want de laatste show ging niet rechtstreeks, werd wel die avond uitgezonden, werd dus direct gemonteerd. Maar ik had gezegd tegen iedereen die, van, niet publiek, maar diegenen van ons die op de set rondlopen, studiomeester en zo, ga niet op een bepaald moment naast de camera staan, zo of weet ik veel, want ik ga niet kunnen voortdoen. En daar hebben ze zich aan gehouden, dus ik wist niks. En ik had wel, we doen het gewoon zelf, dat t-shirt, en dat kon eraan. En iets met rood en rood in mijn hemd dat ik toen had. Nog een rood vestje erover ook. En ik ben direct, toen ik het programma afgekondigd had, en de montage hoefde ik niet te doen, ben ik recht naar mijn loge gelopen en getelefoneerd naar Johan Timmermans. En gevraagd, zijn we gered? En die zei, het is nog niet begonnen. Kan ik dan afkomen? Natuurlijk kun je afkomen. Ja, raak ik dat binnen met mijn auto? Want ik reed toen met een polootje, maar nog niet dat geel rood dat nadien ook bekend geworden is. Ja, kom maar, ik zal wel zien dat je binnengerokt. En ik ben naar Elewijd gereden en ja, ik moest daar door de supporters heen rijden om mijn auto te parkeren. En Sergio
Chrisco Water die stond er voor het programma, die interviewde mij daar. En op die beelden kunnen zien dat ik ongelooflijk zenuwachtig ben. Ongelooflijk zenuwachtig. En je kunt er niks meer aan doen, dacht ik. Dat was niet helemaal waar, want ik kon er nog wel iets aan doen, want het begon te lang te duren. En dan weet ik dat... Nog dat ik... Ja, ik liep rond ook heel de tijd. En dan kwamen de, ik mocht op plaatsen komen, maar dan al die supporters niet... Die moesten op de parking blijven. Maar die zagen mij dan zenuwachtig rondlopen. En ik dacht, Marco, hoe ver sta je? Ik zei, ik weet niks. Ik vind de Gunther Engels bijvoorbeeld, dat weet ik nog. Dat hij, maar hoe sta je? Weet er niks? Maar nee, ik weet niks. Er sijpelde niks naar buiten, maar het duurde wel veel te lang. Dat was geen goed teken, vond ik. En dan zijn Willox en de... Van, hoe heet de Nederlander van Agenter? Erik Fiscaal. Dus Willox en Erik Fiscaal zijn buitengekomen met de megafoon om de boel wat te kalmeren. Dat was een zeer, zeer goed initiatief van die gasten. Hoe lang dat nog gaat duren, dat kan ik ook niet op voorhand zeggen. We zijn kort bij een stemming en de sfeer op deze moment op de vergadering is zeer positief. En toen heeft Willox tegen mij gezegd, Mark, ga nu mee binnenkomen. En daar heb ik nog iets... Ik ben niet binnengegaan in die vergadering, want daar had ik niks verloren. Maar er was wel een lokaaltje daarnaast. En daar hebben we dan gesproken met Timmermans, Fons Lauwers, die toen ondervoorzitter was. En ook uit de Cordierhoek kwam. Enfin, daar is met een beperkte delegatie dan gediscussieerd. Uiteraard met Sporta en de vertegenwoordigers van de speler, van de vakbond erbij. En het eerste idee was, wat ze vroegen, was van ja, maar oké, als we jullie redden. Dan, want de supporters zeggen dat ze de club gered hebben, maar de oudspelers, de ex-spelers zeggen ook dat ze de club gered hebben. Ik zeg ook dat ik de club gered heb. Het reddingscomité zegt, dus, het succes heeft vele, het redding heeft vele vaters, ook terecht. En dus op dat moment zeg je, als wij de club redden, dan gaan jullie volgend jaar geld verdienen. En dat is eigenlijk met ons geld, want wij krijgen niet al het geld waar we recht op hebben, waar. En jullie vertrekken van nul, maar jullie gaan wel opnieuw geld verdienen. En dat is eigenlijk ons geld. Dus kunnen jullie niet, van het moment dat jullie opnieuw geld verdienen, geld afdragen aan ons? En daar kwam ook Frans Lauwers, die zei nee. Ik bedoel, als we niet van nul kunnen herbeginnen, want dat is dan niet van nul herbeginnen, wij moeten naar derde klas, dan, ja, nee, dan redden we het ook niet. En dus dat is, die dobber ging niet onder bij die mannen, bij de ex-spelers. En toen werd er het woord benefiet viel. En ik zei, als ik een benefiet organiseer... of zij zei, dan kun je geen benefiet organiseren. En ik zeg, als getekend, doe ik er 10. En ze hebben ja gezegd. Rond de klok van 10 is er eindelijk witte rook. De club is gered, het plan van de VZW heeft gewerkt. Alweer een emotioneel moment in de clubgeschiedenis van KV Mechelen. Mark Uitroeven, emotioneel. Ja, het is fantastisch gewoon. Ja. Wat houdt het nieuws juist in? KV is gered, KV gaat naar derde. Jazeker. Ja. We doen nu het zo goed als gered. Morgen moeten de papieren nog in orde gebracht worden voor de bond. Maar die zijn normaal gesproken al klaar. Dus, U, waren er hindernissen tijdens de vergadering? Hindernissen zou ik het niet noemen, maar er zijn zo nog een aantal puntjes besproken. Maar dat blijkt, ik ben dit soort vergaderingen niet gewoon, dus ik weet niet of... Ze zeggen mij allemaal dat dat normaal is. Dus, maar er is niet... Wat mij al geweldig veel plezier deed, het was met lachende gezichten dat er onderhandeld is en niet met schelden en vloeken. Toen heeft een... Ik denk eerlijk gezegd dat de Werfenaar toen de club gered heeft. Die heeft toen gezegd van, je hebt niks. Je hebt niks als je niet tekent. Er is geen andere oplossing. En dat is wel droog weg natuurlijk, want dan spreekt er niet meer over het redden van de club. Dan spreekt er over je portemonnee en over het geld waar je eigenlijk nog recht op hebt. En dat, ik denk dat ze daar opgetekend hebben. Ja. En natuurlijk, die een benefiet gaf ook nog, dan kregen ze direct al iets. Hè, want daar ging natuurlijk wel volk naartoe komen. En dan kregen ze toch al iets. En anders was het eigenlijk gewoon niets. Dus dat speelde al een zekere rol. Dan heeft de club er eigenlijk niks meer mee te maken, denk ik. Want je kunt zeggen, van, ja, we willen ook niet dat die club verdwijnt. Zo waren er wel veel hè, die daar zaten. Tuurlijk waren er veel zo. Maar ja, op een bepaald moment zitten er ook veel die
buitenlanders of gasten die met de club voor de rest die er toevallig terecht zijn gekomen via een makelaar of weet ik veel wat, die niet vergroeid zijn met die club. Het zijn niet allemaal mechelaars die er speelden. Dus kan mij het schelen, ik wil mijn geld. Ook niet onlogisch. Dus dat zat er ook nog tussen. Hè. En daar heeft, ik denk dat daar Dubar de club gered heeft met die uiteenzetting. Ik heb de nadien pas gesproken. Toen ze ja gezegd hadden. De Vereffenaar kan het Mechelse dossier nu bij de voetbalbond indienen en de VZW kan werk beginnen maken van de voorbereiding van volgend seizoen. Dan treedt Mechelen in derde aan en krijgt de stad mogelijk weer een echte derby tussen KV en Racing. Die supporters staan er allemaal. En de spelers komen naar mij en naast die benefiet was er nog een voorwaarde, dat is zij moesten het aan de supporters als eerste mogen meedelen. En toen, er zijn veel ex-collega's, dus sportjournalisten bedoel ik, zeer kwaad op mij geweest. Want ik heb eigenlijk aan de ex-spelers gezegd, ik wist langs waar ik was binnengekomen. Ik zal niet zeggen dat ik aan mijn gang was, maar het was niet door de grote poort. En dus ik heb gezegd, dus goed, ga naar tegen de ex-spelers, ga ik het maar zeggen. Maar ga langs daar en daar en daar, want anders, als je langs daar gaat, heeft de pers u en dan raakt het er nooit. En dan is het al duidelijk. En dat is gelukt. De pers gedribbeld. En ik stond dus boven en ik zag dan, ben je als vuur en zo, ja. Ik heb ook direct de Piet en de Fie gebeld om het te bedanken. Dat weet ik nog. En voor de rest, ik moest daar blijven. Dan moet een document opgesteld worden, dat moet getekend. Timmermans, Steenmans en ik, wij moesten dat tekenen, denk ik, alle drie. Dat moest toch opgesteld worden, dat moest wel kloppen met de vakbond. Dat is allemaal niet, ja, dat is niet van op, het is gedaan en we gaan pinten pakken. En ik wilde ook zeker zijn dat alles in orde was. Nou ja, pinten pakken, dat kom ik nadien weer. Maar ja, nee, dat heeft nog lang geduurd hoor. Dat heeft echt nog lang geduurd voor ik weg kon rijden. Voor de supporters van KV Mechelen is het gisteravond even over tienen, alsof een club de Europabeker heeft gewonnen. De ontlading is enorm, want het feit dat ex-spelers en de VZW Red KV Mechelen een akkoord hebben bereikt, betekent dat KV Mechelen blijft voorbestaan, zelfs al degradeert de ploeg naar derde klasse. Ja, alles was getekend. En dan ben ik tussen Elewijd en Mechelen even opzij op een parking gaan staan en daar heb ik gebleven. Omdat ik dacht van, ik weet niet hoe ik ga reageren als ik daar aankom en zo. En alles eruit en hop. Hoe is het mogelijk? Dat is alles. Niet gedacht. Niet gedacht omdat het er uitzichtloos uitzag. Van in het begin. En eigenlijk tot op het einde, want allee, ja, het hangt. Het is toch, we hebben het allemaal goed gedaan. Iedereen die meegewerkt aan die redding. Maar uiteindelijk is het toch, zoals op een wereldbeker, penalty's trappen om door te gaan. Hè. En tegen de piket is gedaan. Hè. Ja, ja, dat is echt, dat hangt echt aan een zijdendraad. Het hangt van zoveel kleinigheden af. We hebben veel geluk gehad. We hebben het geluk afgedwongen.